september, zondag. En zoals je kan zien, zijn we hier vandaag op het strand. Kijk eens hoe prachtig, mensen. En beste mensen, waarom zijn we hier vandaag op het strand? Weet je waarom? Omdat er vandaag een openluchtvoorstelling is. Ja, bij Filmmedici. En genaamd Jouws. Dus de haaien kunnen overal zijn. Weet maar nooit. Ook in de Noordzee. Wat zei je, Duncan? Haaien? Ja. Welkom, we zijn vandaag op het strand, zoals je kan zien. En we gaan een aantal vragen stellen aan Nick. Een ondernemer die ook Jouws heeft georganiseerd. En Brian is alvast onderweg beneden om een aantal vragen te stellen. En daar gaan we nu naartoe. En hier nu zich deze dag! Ik zit hier aan tafel met mede-eigenaar Nick van Pier Zee. En jullie gaan iets vanavond heel speciaals doen. Kun je daar iets over uitleg wat jullie vanavond hier gaat gebeuren? Ja, dat klopt. Wij gaan de eerste openluchtbioscoop van Vlissingen starten vanavond. Om 10:00 zal die plaatsvinden voor ons op het strand, op het paviljoen. We hebben een Facebook-evenement ervoor aangemaakt, samenwerking met Film by the Sea. En op het evenement staan nu al meer dan 1600 mensen op geen zin aanwezig. Wauw, dat zijn er best wel heel veel. We weten niet wat we kunnen verwachten, maar we gaan er wel vanuit dat het best wel druk is. Ja, als er op Facebook zoveel aanmeldingen zijn, dan is het nog altijd wel afwachten, maar dan kan je wel berekenen. Ja. Ja. En hoe zijn jullie echt op het idee gekomen om zo'n film hier achter op het strand te gaan doen? Het is eigenlijk al een idee wat we altijd al in ons achterhoofd hadden. Zeker in het begintraject van toen we Pier 7 hadden opgestart. Van wat zijn er leuke evenementen? Waaronder dus een openluchtbioscoop. En toevallig vorig jaar tijdens een borrel in de wintertent op Bellamy Park kwamen we Jan, de directeur, hadden van aangesproken met het idee dat we aan een openluchtbioscoop zouden denken. Hij zat daar zelf ook mee. Zo dat hij verjonging zoekt voor Film by the Sea. Dus dan was dat natuurlijk iets wat er perfect bij aansloot. Ja, dat is toen even kort besproken en een tijdje later stapt Ad, directeur van CineCity, bij ons binnen om eens te kijken naar de mogelijkheden. En zo hebben we gesprekken gevolgd en dat heeft geleid tot dit eindresultaat wat vanavond gaat plaatsvinden. Ja, want ik hoorde ook wat jij ook zelf zegt, dat ze voor jongeren zoeken ook even voor het jongerenprogramma. Ja, daar sluit dit wel echt bij aan. En de keuze van de film, is dat een toeval of hebben jullie, omdat het op het strand is, hebben jullie dan de keuze gemaakt voor deze film? Is het daarom de keuze dat jullie deze film hebben? De keuze van de film hebben we bij Film by the Sea gelaten. Want, ik heb zelf natuurlijk wel persoonlijke voorkeur voor films, maar ik geloof dat buiten wat in de film gaan regelen. Ja. Is het ook verstandig dat hun film uitkiezen in verband met rechten en wat er goed bij past, ook bij het filmfestival. Ja. Dus toen ze kwamen met Jaws was ik al gelijk hartstikke enthousiast van het topje, maar dat sluit me volledig bij aan. Ja, het is natuurlijk wel een hele goede film, ook van een hele bekende regisseur Spielberg. Dus dat is ook wel echt wel een klapper. Ja, en de setting op het strand naast de zee. Ja, helemaal perfect. Een van de beste films denk ik zo. Ja. Kiezen. En als het nou heel erg aanslaat, gaan jullie dan vaker doen? Of? Het idee is wel dat als dit een succes wordt, dat we er wel een jaarlijks evenement van gaan maken. En dan jaarlijks terugkeren met de Film by the Sea? Ja, dat is nu wel de planning. Dat is nu wel de planning. Maar fijn dat je even tijd van vrij kan maken. En dan gaan we het vanavond zien. Ja, dank u wel. Leuk dat jullie langskwamen. Ja. En ik hoop dat jullie ook kunnen genieten van de voorstelling vanavond. Gaan we het zien? Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Ook vrijwilliger op Film by the Sea en daarom ben ik op de zaalwacht. En ik neem jullie vandaag mee een kijkje achter de schermen als zaalwacht. Een hele goede middag, Brian. Goedemiddag. Hoe bevalt het om vrijwilliger te zijn bij CineCity? Ja, heel leuk. Het is echt heel leuk om een vrijwilliger te zijn. Ik ben voor het tweede jaar. Ik vind het ook heel dynamisch ook.
het ene moment sta je in de garderobe, op het andere moment doe je handen in het pand en nu op dit moment ben ik zaalwacht. En dan kun je nu sinds vorig jaar ook zaalwacht zijn op twee locaties, op film City City XL moet ik goed zeggen. En hier in het filmtheater waar je nu zijn. Oké, en waar vind je het leuker om aanwezig te zijn? Bij het theatergedeelte of? Maakt me niet uit. Maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Rijen, waar zijn deze kaartjes voor? Nou, als je het even uitleggen. Als je zo'n kaartje hebt, zal ik even laten zien, dan kun je hierop aangeven hoe goed je de film vond. En zo kunnen ze aan het einde van het filmfestival kijken welke film nou het beste heeft gescoord. En want aan het einde van het filmfestival heb je de film, de beste film van het festival. En dat kunnen ze door hierdoor kunnen ze dat zien. Een mooi overzicht in. Ja. Ja, als je deze kaartje hebt, gaan ze in deze enveloppe en dan aan de grote baas. Ja. Zo, kijk, alsjeblieft, die is voor de enquête. Die kunt u achteraf invullen. Kunt u van 5 tot en met 1. En 1 is zeer slecht en 5 is supergoed. Nou, veel plezier bij de film. Hartstikke bedankt. Ik heb hartstikke veel zin om de film te gaan zien. Goedendag. Hallo. Ik zit hier naast Gerda de Haan. Oké, okay, aangenaam. Ik heb zojuist een hele aparte film gezien. Het gaat over een oude meneer die zijn kleinzoon van binnenkort bij de politiek zou werken. Wat vond je van het scenario? Prachtig. Ja, we hebben dit echt een beetje als gok gedaan, deze film. En er stond iets aan het eind van het woord een feel-good film. Dat klopt wel, maar het had toch behoorlijk wat diepgang. Dat is correct. Ja, ik vond het echt een mooie film. Verrassend. En we dachten, we hebben ook niet gezien welk land het was. En we zijn tegen ons eerst afgevallen. Het is iets voor taal. Ja. Is het iets Oostenrijk? Dat we er al snel achter kwamen dat het Fint is. Maar, ja, Fint en Zweeds in het gedeelte van de film. Ja. En wat vond je van het moment dat de meneer de schilderij had gezien uit de Gouden Eeuw? Ja. Dat was voor 10.000 euro. Maar wat vond je ervan? Ja, dat was wel een beetje doorzichtig. Dat het dan meer waard zou zijn. Ja. En teleurstellen keer op keer. Ik zag inderdaad ook dat de veilmeester, die had dus doorvermeld aan daar ging het dus de volgende persoon de schilderij wil verkopen voor 120.000 euro. Daar had de veilmeester aan verteld dat het een replica zou zijn, waardoor dus het ging de deal niet door. Doorging. Ja, ja. 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 Dus hij had wel heel wat teleurstellen moeten verwerken, maar uiteindelijk was het inderdaad toch goed. Dat is correct. Ja. Wat vond jij het mooiste gedeelte van de film? Nou, meer het moment. Ik vond het moment heel mooi dat hij al fluitend zijn huis liep op te ruimen. Je zag al dat hij vrij zwak was qua gezondheid. Ja. Maar ik vond het allermooiste moment van de film dat hij zo met die doos langs een draaistoel loopt. En dat die draaistoel een zwiep krijgt en daardoor gaat draaien. En je ziet hem uit het beeld verdwijnen en de draaistoel gaat steeds langzamer. En je denkt, oh, hij is ergens neergevallen, hij leeft niet meer. Ja. Zo'n mooi moment. Dat is een heel mooi, diepgaand, zeg maar, inderdaad. Vond ik het mooiste moment van de hele film. Echt symbolisch bedoeld, prachtig gedaan. Ja. Ook zeer emotioneel. Ook de muziek trouwens, ook heel mooi, heel stemmig. Ja. Dus dit is ook zeker zeer een aanrader. Je zou het ook aanraden aan andere mensen. Absoluut, absoluut. Ja. Leuk om over zijn film uit een niet voor de hand liggend land te bekijken. Ja. Dat is correct. Heb je ook nog aankomende films in de planning? Ja. We willen misschien nog naar de film over Henny Vriend en zo zijn, over de basgitaar. Sowieso vinden we ook nog een paar keer. Ik ga nog naar de documentaire over Anita Franklin vrijdagavond. En ik ga nog naar een Zweedse thriller. Dus het is heel gemengd allemaal. Ik vind het zeer mooi. Ja, we werken overdag, dus we moeten echt een avonduurtje. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Gaat zeker en, goed komen. Een hele fijne dag toegewenst. Ja, dankjewel. Jij ook. Een hele goede avond. Ik sta vanavond inderdaad. Kobi. Anja.
Corona. En Henk. Wat vonden jullie van de opening? Super! Ja, geweldig. Wat vonden jullie van het scenario? Van, ja. Ik heb het goed. Wat vonden weet je dat laatste, zeg maar? Ja, de boot. Ja. Dat de boot stond en dat ze daar aangevallen worden. Ja, ja. Die andere lekkere opgegeten. Nou, dat meen je wel. Dat was een laatste maand. Ja, ja, ja. Was super. Ja, er zat inderdaad veel actie. Ja, 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 helemaal. Ik zat op een zaak met Harina. Ja, dat was volgende week. Ja, helemaal. Ja, ja, oké.